Hoi, dag jongens en meisjes en papa's en mama's. Zo hé, hebben jullie het een beetje naar jullie zin, ja? Hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja. Oh, gelukkig. Ik denk jullie kunnen niks zeggen, want jullie zien er wel heel mooi uit, zeg. Met een beetje schmink. Die allemaal mooie ballons, zeg. Hey, zo hé. Hé, jongens en meisjes. Ik ben Jan Klaassen, maar dat wisten jullie vast al. En ik vind het heel leuk om hier te zijn. En ik moet jullie even zeggen, het is hier in de poppenkast vandaag een hele belangrijkste dag. Willen jullie weten wat er aan de hand is? Nou, mijn allergrootste vriendin Katrijn is jarig. En als je jarig bent, wat krijg je dan altijd? Cadeautjes. Cadeautjes, hè? Nou, ik heb een heel leuk cadeautje. Ja. Ja, en dan zat ik te denken tot Katrijntje patat met muisjes gaat maken. Is dat lekker? Nee, is niet lekker. Dan gaan jullie omtoveren en denken. Kleine, dikke, groene kikkers. Is dat lijkt me wel. Die zeggen dat ik hier ben. Nou, pas op hoor. Die zeggen. Zou ik me hier verstoppen? Niet tegen hoor. Ja. Zo, hè, jongens en meisjes. Dat ben ik. Wat zeg je, er zit de heks daar? Wacht even. Zal ik hem wegjagen? Dan gaat hij van die hele van je vele Katrijntje, hè? Ja. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga Jan Klaassen beroven. Is dat een goed idee? Vind je dat een goed idee als ik Jan Klaassen ga? Ja, nou, dat vind ik wel een goed idee. Dat maakt niet uit. Ik kan zeker met de gegeven hier krijgen. Oh, zeg. Ook geen heks. Zal ze zich verstopt hebben in de poppenkast? Ja! Oké, weet je wat ik ga doen? Jullie zeiden dat ze die kant op gerend was. Nou ga ik die kant op rennen, maak ik een omtrekkende beweging, kom ik er vanzelf tegen, sla ik er op de kop, pik ik mijn cadeautje, komt alles in orde. Maar één van, hè? En jullie zeggen dat het in een hele grote boom, met een groot gat, en die staat in de tuin van de heks. Maar jongens en meisjes, ik durf niet in de tuin van de heks. Want er zit een vleermuis. Dat doet hier, jongens en meisjes. Hier is de politie. Vertel eens even, wat is er aan de hand? Vertel. Nou, ja. De heks. Wat heeft de heks gedaan? Wacht even. Iets gestoken. Wacht even, ik zie Jan Klaassen, wat zeggen de kindertjes nou? De heks heeft wat gestoken. Waarom zit je op de kist? Nou, als je eraf gaat, komt dat meest eruit. Nou, nu de politie er is, doet ze dat vast niet meer. Jan Klaassen, ik hou de wacht. Dan ga ik de kindertjes even bedanken. Nou ja, je moet het zelf weten. Jongens en meisjes, hou de kist in de gaten. Zo, ze is wel heel brutaal, hè, dat meester geven. Die is wel... Dit gaat niet goed, jongens en meisjes. Zullen we met z'n allen Jan Klaassen roepen en dan gaat ze met kist en dan gaat ze weg. Roep eens even keihard Jan Klaassen. Ja, roepen jullie dan eens even heel hard Katrijn? Katrijn! Ietsje harder, want ze wordt achter in de poppenkast, hè? Nog één keer roepen. Ja. Hallo jongens en meisjes. Dag Jan Klaassen. Dag Katrijntje. Je bent jarig vandaag, hè? Oh, tot je dat niet vergeten bent. Nee. Ik ga Katrijntje vertellen wat we thuis allemaal, of wat we allemaal beleefd hebben met z'n allen. Ik zou zeggen, heel veel plezier hier nog. En wie weet zien we elkaar allemaal nog wel een keer. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag allemaal.